Jongens, hebben we de beesten gespot of niet? Ja, daar loopt hij. Het valt me mee, hij heeft me nog niet in de gaten. Meestal hebben ze dat direct door. En nu blijkbaar niet. Oh. Dan was er straks een hele tijd een helikopter daar continu boven de stad aan het heen en weer cirkelen. Zo. En weer terug, en weer verder, en weer zo, en dinges. Urenlang, en we konden hem niet op de weerradar detecteren. Dus het zal wel weer een speciale vlucht zijn geweest. Wow, dat ding vloog echt urenlang, vloog die gewoon boven de stad. Hele rare bochten en rondjes maakte die. Toen was die een poosje weg, toen kwam die weer terug. Wow. Ah, ze hebben de bak er weer neergezet. Dat hebben ze gisteravond gedaan blijkbaar. Jongens, wat is dat voor een vogel midden in beeld? Ah, het waarschijnlijk een roodborst misschien. Ah, nu kunnen we eindelijk eens een keer zien wat er in die bak zit. Er zit volgens mij een soort van gewoon eten in, zo te zien. Wow. Kijk exact midden in beeld wat jullie zien. Nu is die weg. Kijk jongens, nog heel even. En dan gaat de zon onder. Het heeft blijkbaar vannacht behoorlijk gemiezeld of doorgeregend, geen idee. Ik moet er wel bij zeggen, het is een hele aparte avond. Eigenlijk bijna geen verkeer op de weg. Er zal misschien wel weer een voetbalwedstrijd opkomst zijn. Jullie moeten dat schot gehoord hebben. Oh, gaaf jongens. Even de andere kant oplopen. Nee, jongens, wanneer zou hier water in die bak komen, jongens? We zitten nou al heel lang te wachten. Maar er gebeurt nog steeds helemaal niets. Even kijken of dat beest weer terug is. Ah, er staan er meerdere. Gisteravond was er weer een heel kabaal van die beesten. Toen kwam de boer met de bak er weer aan. Om hem waarschijnlijk weer recht te zetten. En toen zei hij van kom maar tegen die beesten. En toen maakten ze echt een gigantisch lawaai. Dat hebben ze wel direct in de gaten, jongens. En waarschijnlijk voordat die boer of die persoon komt, hebben ze het ook wel degelijk in de gaten. En wij hebben nu iets anders in de gaten. Kijk eens even wat ze gedaan hebben. Ze hebben een hele rond gemaakt. Waarschijnlijk voor de beesten om eraan te... Wow, wat was dat? Dat was een soort van flits. Dat hebben jullie natuurlijk net niet op het beeld gezien. Ook wel apart, jongens. Kijk eens even hier. Ach, we zouden eventjes naar de mini-uitkijktoren kunnen gaan lopen. Ik denk dat we dat ook gaan doen. Jongens, kijk eens even van een verschil. Ze hebben echt allemaal van die stroken gemaakt. Gaaf jongens. Echt hele bomen die een paar dagen geleden nog helemaal in het blad staan. Daar zit nou totaal niets meer aan. Alles is er gewoon helemaal af. Trouwens hier zit nog een heel klein beetje. En dat gaat nou supersnel. Wow, en weer een hele doffe knal van die kant. Oh jongens, wat is er allemaal aan de hand? Ah, dat is een soort gas.
Wow. Ja hoor, ze hebben me weer in de gaten. Maakt niet uit hoe goede camouflagekleding je aan hebt. Zo gauw je hier loopt, kijken ze deze kant heen. Je ziet het heel duidelijk, ze beginnen een heel klein beetje nerveus al te worden. Want ze weten dat tegen de avond de boer altijd eraan komt. Zo te zien aan het gedrag. Ja. Er komt binnenkort nog veel meer actie in die beesten. Dat is één ding wat zeker is. Het is nog iets te vroeg. Ik denk, we moeten toch nog eventjes uit. We hebben net even inkopen gedaan. Ik denk, we hebben nog even tijd om een leuke avondvlog te maken. Ik denk, gaan we weer hierheen. Het wordt nou wel heel vroeg donker de laatste tijd. Gewoon niet leuk meer, gewoon. Ah, jongens, kijk. De mini-uitkijktoren. En als je heel goed kijkt, dan zie je heel duidelijk dat die een andere kleur heeft gekregen. Door de weersomstandigheden. Wow. Dit wat je daar ziet, dat wordt ook steeds hoger door de jaren heen. Het begint al een klein, behoorlijk beschut bos te worden daar. Dat is op zich ook wel mooi. Er zit eigenlijk van alles tussen. Allerlei soorten vogels en zo. Als je heel lang op één plek blijft staan, dan zie je van alles daar. Zo te zien hebben ze het gras gemaaid of iets. Want die paddenstoelen die daar waren, die zijn allemaal weg. En ook die andere daar. En dat hebben ze natuurlijk ook gedaan, vanwege dat. Je ziet ook duidelijk die rand daar. Maar ja, dat zal nu ook wel weer behoorlijk hard gaan groeien. Wow. Kijk dan hoe goed je hem kan zien. De mini-uitkijktoren. En toch vliegt er van alles weg. Ja, je moest de vlieg van alles door het beeld heen. Ik zal eens eventjes kijken of we wat kunnen detecteren. Van de vogels of zo. Dit gaat wel heel moeilijk worden, denk ik, op zo'n grote struik. Nee. Oké, jongens, even een stilstaand beeld creëren zo. Kijk, en dan gebeurt er dus niks. Jongens, één wilde gans vliegt daar helemaal bovenaan volgens mij. Ja, het is er maar één. Dat is op zich ook wel vreemd.